Wat heel apart is geweest de afgelopen weken, dat wij in een soort horrorscenario terecht zijn gekomen dat zijn weerga niet kent. Wij zijn ook voorstander van een parlementaire enquête. Wij willen graag weten wat er allemaal achter de schermen gebeurd is. We zijn dus niet failliet gegaan, we zijn gewoon kapot gemaakt. Ja, dat is gewoon krankzinnig. We zijn dus helemaal niet failliet, we zijn kapot gemaakt. En dat is dus heel wrang, heel zuur, dat je dus door boekhoudkundige trucs kapot gemaakt kunt worden. En als Wouter Bos 100 miljoen eigen vermogen ter beschikking had gesteld, wat hij later weer had teruggekregen, dan waren we gered geweest. En nu heeft de samenleving 1,5 miljard schade.